Goedemorgen. We gaan even opmaken voor de dag. Gewoon simpel. Ik heb de skin tint van Catrice op de nieuwe. En ik heb er nu een primer onder gedaan. En wederom zit het prima. Het droogt echt op. Dus ik hoef het niet af te poederen of zo. Ik zag dat ik een plekje vergeten was. Nou, dus Dennis gaat zo met de honden weg. Die is vrij vandaag. Die had het vrij op maandag. En Wessel is voor de eerste keer naar zijn stage. Er is een andere periode voor ons aangebroken. Een periode waarin een 12-jarige zeg maar semi uit huis ging om in België naar school te gaan. En dus alleen het weekend thuis kwam. Dus door de week hadden we hem eigenlijk helemaal niet thuis. En nu heb ik een bijna 20-jarige gewoon weer thuis wonen. Ik ben benieuwd. We gaan beginnen. Het is altijd leuk om daarover te praten, zeg maar. Ik heb de Milani Cheek Kiss in de kleur Nude Kiss. Dat dekseltje is een beetje ranzig, maar dat komt omdat ik daar iedere keer mijn kwastje in afveeg. En dan zo, en dan veeg ik het hier een beetje in af. Een klein beetje doet een heleboel in dit geval. En nou hou ik wel van een beetje blush hoor. Maar kijk hiermee uit, want het... Sorry, ik heb jeuk aan mijn neus. Jeuk aan mijn neus. Dan leven de hooikoorts. Het is een beetje ver naar beneden geblind hier. Nee, dat willen we niet, hè. Zo, ik vind het goed. Ik heb een... Ik ga weer mijn bril opzetten, want... Ik heb een NYX lippenpotlood. Epic Wear Liner Stick. Oh, zo'n eyeliner stick. Oh. In Dusty Mauve. Maar ik gebruik hem als lippenpotlood. Het is een hele mooie kleur. Die heel dicht in de buurt komt. Van mijn natuurlijke lipkleur. Iets paarser. Maar heel mooi. Heel mooi. Fijn lippotloodje dit. En dan heb ik de Butter Gloss. In de kleur Tiramisu. Het is niet wat ik denk bij Tiramisu hoor. Dat... Ik vind het randje iets te.
is een beetje, ja, dusty rose. Het is heel mooi. En dan heb ik voor op de blush heb ik de NYX Born to Glow Illuminator. Even kijken, heeft het ook een kleur? Ik heb een knot in, want ik ben gewoon lekker makkelijk vandaag. In de kleur 1 Sunbeam. Dat ziet er zo uit. Het beamt wel, ja. Ja, je neemt er goud te veel van, hè, op je hand, maar het beamt wel. Hier zit hij iets te dicht bij mijn oog. Ja. De ogen ga ik niks aan doen behalve een lijntje trekken. Met mijn NYX Jumbo potlood. En ja, ik trek mijn ogen strak. Zo. Heel even proberen dit te slijpen. Anyway, ja, Wessels is klaar met school. Nu is het 6 weken stage lopen. En dan, dat doet hij dan in Amsterdam bij een bedrijf, bij een event, kantoor, organisator, weet ik hoe dat heet. En dan moet hij nog, hij heeft zijn kamer ook al leeg gehaald in België. Die spullen staan allemaal beneden. Dan neemt hij iedere keer wat mee naar boven. En wij ook. En verder gaat hij dan, 1 juli heeft hij officieel, is zijn opleiding klaar. Dan heeft hij, ik denk dat hij 30 juni diploma krijgt. En dan, ja, dan is het gedaan. En dan gaat hij werken. Hij heeft nu toch besloten om geen hbo-vervolgopleiding meer te gaan doen. Ja, nou ja, dat moet hij helemaal zelf weten. Maar hij gaat liever werken. En dan tijdens zijn werk, zeg maar, studeren. Vanuit het bedrijf waar hij gaat werken. Dus ja, wij vinden dat prima. Wij laten hem vrij in de keuze wat hij wil. Wil je doorleren, ga je lekker doorleren. Wil je niet doorleren, ga je niet doorleren. Wat ik al zei, daar is hij vrij in. Hij is heel slecht te sturen. Sowieso hoor, dat is altijd geweest. Maar goed,
adviseren natuurlijk wel. Of zo van, nou, je kan misschien dit en opperen andere keuzes die hij kan maken. Soms. Als optie, zeg maar. Maar goed. Hij is meerderjarig. Ik wil niet zeggen hoe was hoor. Maar... Dus wat hij uiteindelijk doet en kiest, dat moet hij zelf weten. Ondertussen ben ik alweer in de MRI geweest. Voor de MS-controle. En dat was allemaal goed. Dus. Ik weet niet of ik dat al verteld had. Maar. Er waren geen ontwikkelingen op dat gebied verder. Dus deze medicatie die ik nu gebruik, dat gebruik ik al een paar jaar hoor. Dat zijn gewoon pillen. In het begin ben ik gaan spuiten, zeg maar. En dat hielp niet. Dat is de eerste lijns medicatie. Dat hielp niet. En dan krijg je de tweede lijns medicatie. Maar daar bleek ik allergisch voor. Daar krijg je een soort hot flash. Dat lijkt een beetje op een opvlieger. Maar ik werd helemaal rood. Gewoon over heel mijn lijf. Als een soort gekookte kreef, zeg maar. Dus dat mocht niet. En toen kwam dit. En dit was toen al een redelijk nieuw medicijn. Wat het blijkbaar bij mij erg goed doet. Ik reageerde er goed op. Ik heb er... geen bijwerkingen van. En het geneest natuurlijk niet, hè? Want het is gewoon niet te genezen. Dat, ja, dat heb je en dat ontwikkelt zich. Op een gegeven moment gaat het zich wel ontwikkelen, maar stilstand is vooruitgang. Dus zolang het stilstaat, heb je ook geen schade meer, geen verdere schade. Je krijgt geen nieuwe schades, laat ik het zo zeggen. En ja, dat is natuurlijk goed. En dan blijft het alleen maar, zeg maar, bij de oude klachten. Als je die hebt. En die heb ik, maar... ik heb geen... Ja, dat noemen ze een shoep, zeg maar, een aanval... heb ik niet hele grote dingen, heel klein. De dingen die een paar uurtjes duren of zo. En dat wordt dan nog niet als een soep gezien, want dan moet het 24 uur duren. Dus ja, het gaat goed wat dat betreft. Voel ik me altijd goed? Nee. Maar wat je zelf merkt van het feit dat je zo'n ziekte hebt... hoeft niet altijd gelijk te zijn met wat er in je lichaam gebeurt. Dus het kan zijn dat jij je heel goed voelt en dat je in je lichaam ontzettend veel nieuwe lesies, noemen ze dat, schades ontwikkelt. Littekenweefsel is dat, om je zenuwen heen. Maar het kan ook zijn dat er heel veel gebeurt in je, en dat jij... Of dat er niks gebeurt en dat jij je heel slecht voelt. Dus dat hoeft niet altijd. Schattig. Dat hoeft niet altijd verklaarbaar te zijn, zeg maar. Maar goed, ja, het is sowieso. Je mollet een beetje aan en. Ja. Verder is het wel oké, geloof ik. Ik ben natuurlijk wel heel depressief van geweest dat ik dat kreeg. Ik had daar een enorm naar beeld van, want een tante van mij heeft dat ooit gehad. En die is natuurlijk overleden, maar dat is echt toen ik heel jong was. Ik weet eigenlijk niet beter of zij zat in een rolstoel. Hele lieve tante. En... Maar
dat is dan zeg maar dingen die ruim 40 jaar geleden waren. Dus dat, toen waren er helemaal niet heel veel medicatie voor. Ik ben in therapie geweest. Ik heb EMDR gehad voor het toekomstige trauma wat ik van mezelf zag. En nee, dat heeft gewoon goed geholpen, zeg maar. Het is niet... Ik heb antidepressiva en dat blijf ik de rest van mijn leven slikken. Want ik ben best wel gevoelig voor negativiteit. En ik heb paniek aanvallen als ik bijvoorbeeld Wessel ging halen. Ik stond dan in een file in Brugge en ik kon daar echt niet uit. En dat is dan een vreemde omgeving en kon ik heel erg van in paniek raken. Als ik iemand zag lopen met een rollator, dan raakte ik helemaal in paniek. Uiteindelijk zijn voor winkelen en afstanden is de rolstoel gekomen. En dat is eigenlijk een soort overgang geweest, omdat ik mijn enkel brak. Dus ik moest. En dan gaat je chaîne op een gegeven moment weg. Dat is een beetje zo. En dat, nou ja. Weet je, over het algemeen heb ik toch wel een beetje scheid aan de wereld, maar dan toch weer niet zoveel. Ja, het is kut om te hebben en mensen zien niet aan je dat je ziek bent of dat je je kut voelt of dat je toch iets ongeneeslijks hebt. En ik vind het nog steeds wel lastig als er die reclames van voorbij komen op tv met van die liedjes erbij dat ik echt denk, Ik vind het niet fijn. Maar goed. Over het algeheel gaat het goed. En met jullie. Ik zie dat ik alweer 17 minuten zit te kletsen. Ik denk dat ik naar beneden ga. Dan ga ik de kat eten geven. En dan ga ik aan de dag beginnen. Niet heel druk. Een beetje stofzuigen. Een beetje dweilen. Een beetje keuken opruimen. Gisteren hadden we uiteindelijk een drukke dag, want zijn we naar de film geweest. Zaterdag waren we even, nieuwe hoesjes kopen voor de telefoons en zo. Daar gaan we op zaterdag altijd met z'n tweeën lunchen. Maar dat duurde uiteindelijk best lang. Dus toen waren we pas tegen 4 weer thuis. Dus het huishouden was een beetje minimaal. Ik heb best een grote knop, maar hangt een beetje naar achter, dus je ziet het niet zo goed, hè? Dus het huishouden was een beetje minimaal, dus dat ga ik nu een beetje op orde brengen. Leuk als je keek. Het was een wat serieuzere video dan wat ik bedoeld had, want ik dacht, we gaan gewoon lekker even opmaken en een simpele look voor thuis te blijven. Ik doe dit in principe, maak ik me elke dag op, ook omdat ik niet wil vervallen, zeg maar, in tokkie gedrag. En als dat wel iets is waar jij in komt, dan moet je dat vooral lekker doen. Alleen ik merk dat ik het ook een beetje die zelfliefde nodig heb, zeg maar. En nou ja, goed. Ieder zijn ding. Iedereen moet dat zelf weten. Ik hou hiervan zo lekker makkelijk haar weg. Het moet gewassen worden nu, dus dat ga ik vanavond op mijn gemak doen. En lekker makkelijk kleren aan. En dan lekker een huishoudelijke dag. Oh, ik ben geen ochtendmens. En nu stond ik heel vroeg op om Wessel onderweg te helpen. Maar goed, bedankt voor het kijken naar mijn hobby YouTube kanaal. Wees lief voor jezelf en elkaar, maar vooral voor jezelf. En dan zie ik jullie de volgende.